Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video! Juist, vandaag zijn we hier met een hele nieuwe, gloednieuwe, lekkere Rutsch video. En vandaag is het belangrijk dat... Ja, ik had iets in mijn hoofd, maar ik ben het vergeten. Mensen, doen een duimpje op deze video en abonneer op mijn kanaal. Maar, misschien nog wel belangrijk, je moet abonneren op mijn kanaal. Maar als je nou weer lekker... Kijk, de laatste tijd op dit kanaal, ik game niet echt meer. Ik weet ook niet of ik dat in de toekomst nog ga doen. Misschien ga ik weer gewoon leuke andere video's maken. Maar, ik wil je niet in de steek laten. Degene die mij volgen voor games. Jongens, in mijn link in de beschrijving hier staat een link naar dit kanaal. Koen fucking 2. Oh my lord. Jongens, ik heb godsamme al 16.300 abonnees. Als we 100k abonnees halen binnen een week, dan mogen jullie kiezen wat er op mijn Hutch Play button komt. Ik heb een playbutton en daar kan je dan de eigen naam op kiezen wat opkomt. Dus abonneer op dat kanaal. Morgen, als jullie dit nu vandaag kijken of de dag dat dit online komt, waarschijnlijk is dat donderdag. Morgen komt er een Fall Guys met de bankste. De eerste komt online op dat kanaal. Nou, dat wil je niet missen. Dus abonneer, doe je belletje aan. Fantastisch. Leuk. Mensen, vandaag gaan we kijken naar mensen die de Kaasje Update wel kunnen spelen. Want het is ongelooflijk. Maar op een of andere manier denkt Google van, weet je wat? Normaal gesproken updaten we alles in 4 uur. Dat is dan alles binnen 4 uur is een nieuwe update. En nu doen we er 4 dagen over. Ik snap er helemaal niks van. Ik krijg zoveel berichten van jullie en terecht ook op Instagram van Koen. Waar blijft nou die update voor Android? Want al mijn vrienden hebben Apple en die kunnen het wel spelen. Maar daarom zeg ik nu wel voor... Ik ben trouwens met mijn eigen kanaal niet eens op mijn Koen 2 geabonneerd. Hartstikke idee. Abonneren en hotstuk nonstuk het balletje aan. Lekker balletje. Dus het is nu even de kans. Want ik heb over de hele levensduur van Kaasje heb ik heel vaak berichten gehad van... Ik word uitgelachen door mensen die Android spelen. Want die hebben al Kaasje update. We hebben de Apple überhaupt. Ik nog niet. Apple gebruikers. Heb jij nou een iPhone of een iPad? Nu is je kans om even een comment te plaatsen. En gewoon even lekker te typen. En dan, dan is dat dus naar de Android geweest. Want die hebben de update nog niet. Misschien wel als deze video online komt. Lijkt mij wel logisch, maar ik weet het niet. Ik heb ook een mailtje gestuurd naar Google van... Hallo, waarom doe je dit zo lang? Want ik vind het echt super raar. Ik snap er helemaal niks van. Maar we gaan vandaag reageren op mensen die de Kaasje update voor het eerst spelen. Zet trouwens, Hande zit in Kaasje, als jullie weten. Je hebt een video gemaakt, je hebt 230.000 views. 230.000 views? What the heck? Zijn heren, super tof dat je kijkt naar weer een nieuwe Kaasje video op mijn kanaal, mensen. Ik heb goed nieuws, mensen. De nieuwe Kaasje update is... Ja, dit is fantastisch nieuws. De nieuwe Kaasje update is er. Ik zet even mijn geluid aan. Trouwens, ik bedenk me nu iets. Ik kreeg een mailtje binnen van iemand en die zei... Ik heb een remix gemaakt op het Kaasje, de Kaasje muziek. Dan ga ik nu even kijken hoe dat ook weer klinkt. Yes! Daar komt ie! De andere kant van de medaille, die krijgt de bal schietkant binnen. En dan is het Kaasje. Wat lekker! Godsamme! Mensen, als deze video de 30.000 likes haalt, dan ga ik proberen... Ik weet niet of het kan, maar ik ga het nu opschrijven. 30.000 likes. Dan ga ik proberen of een Tourione dit als optie kan doen als liedje. Dus dan kan je zeg maar de normale Kaasje geluid, want sommige mensen vinden dat geluid vinden iconisch, is het ook. Maar dat je ook kan kiezen voor dit als je achtergrondgeluid. Dat zou dan fantastisch zijn. Wat een goede remix, zeg. Ik wil een dikke shout doen naar Jurix. Dankjewel, Jurix. Huub, producer, DJ Jurix. Wat goud, wat mooi. We gaan sowieso voor Acid sparen, uiteraard. Hij is big Acid fan, ik hoor het al. Acid, je hoort het, je hebt een big fan. Wow, dit is heel anders. Heel anders. Besef, even, ik maak geen grap, hè. Die nieuwe wereld is echt heel erg leuk. En ik zie het ook aan de mensen die het spelen. Er zijn nog nooit zoveel mensen die Kaasje op dagen spelen als deze dagen. Met die nieuwe update. Dat is echt bizar. Ik vind het echt ongekend. Echt hartstikke nice natuurlijk. Maar Android kan het gewoon nog niet spelen. Het is zo zielig. Het is zo verschrikkelijk zielig. Lijkt wel alsof er... Huh? Wat zijn die rode kaasjes? Pak nou niet de rode kaasjes. Tellen die dubbel of zo? Nou, die tellen absoluut niet dubbel, kan ik je vertellen. Oh no! Zeg trouwens, hoe mooi Priën je Koen eruit. Dit is al een schitterend, dit is al een perfect poppetje. Hier moet ik dan misschien iets aan doen. Op het moment dat je namelijk een magneetje pakt, krijg je vaak hetzelfde soort stukje map. En met het magneetje gaan al die kaarsen naartoe. Maar ook twee rode kaarsen die je eigenlijk altijd pakt. Dan ga je altijd min 10, dat is echt helemaal niet handig. Hier kan het wel, hier is het wat chill, maar hier is ook niet echt nodig. Oprecht, hele zieke update. Hele zieke update, zeker. Ja, daar is hij. Ja. Timo, jongen, leuke video, lachen. Alleen, je moet even uitzetten dat je content voor kinderen is. Want anders, trouwens, je content is wel voor kinderen. Dus eigenlijk moet je, nee. Goed bezig! Die video is dit, die van Bartels. Marije. Oh, de Marije Zuurveld zit erin. Hij zegt het heel raar, hij zegt het op een hele vreemde manier. Marije. Beetje smerig hoor, Bart, doe eens even niet zo vies. Oh nee, en nee zit. Wauw. Wauw. De rat zit ons achterna. Ik vind die rat zo mooi. Wat is dit nou weer? Huh. Dus hij is wel gelijk dood. Wow, joh, deze update is heel ziek. Ik ga een paar potjes spelen. Red die snel. Oh joh, dan ga je fucking snel.
Oh joh, de secret. Hallo? Is er schelden alsjeblieft? Oh! Oh joh, wat is dit nou weer allemaal? Oh, hij spreekt eroverheen. Zo, dit spel. Dit spel wordt gewoon leuk zo. Maar wat is dit? Hallo? Nou weer? Dit spel wordt gewoon leuk zo. Dit spel wordt gewoon leuk zo. Hallo! Alsof het daarvoor niet leuk was! Yo, what is up guys? It's your boy Lil Rage 001. Hoe? Lil Rage 001. Oh, heeft hij zijn headphone op als hij kaars speelt? Krijg je dan lekker extra lekker dat geluid mee? Maar hij doet wat voor 25.000 kaarsjes. Ziet er leuk uit, niet speciaal of zo. Oh, hallo? Boring! And here you go, my boy. Hij is Ace. My man, Ace it is. Ja, ik wist dat hij het nice vond. Dan hebben we de nieuwe wereld. De nieuwe wereld. Potje met Ace het spelen in de nieuwe wereld. Let's go. Deze is flips, alles. Deze is zo hard gekleed. Hoe rode kaarsjes was dat? Ik denk dat ik kaarsjes verloren ben. Ja, inderdaad. Hij heeft gelijk door. We zijn waren niet dood. Ik weet niet hoe ik dood ben gegaan. Het spijt me, maat. Het spijt me. Oh, wow. Dat ding is zo verschrikkelijk mooi. Dat is zo fantastisch. Doorgaan vanaf de laatste checkpoint. Kijk at. Wow. Hallo? Wauw. Wat is dit eigenlijk voor edits, man? Ik weet niet hoe ik die moet doen. Maar mensen, dit is gefixt nu, hè? Dat is geen probleem meer. Oh, wat is dit? Een vlieg. Dat is een nieuw parachute ding dus. Hij is goed. Dat is hier Flappy Bird te worden, man. Maar met een vlieg. Hij is goed. Zo! Wat de heck? Oh, wat is dit? De drol, dan word je zelf die rat. Ik vind het zo mooi. Zo schitterend. 6ix9ine, wat een gat. Deze gast is echt lachen. Dikke like voor jou, Lil Rage. Ik abonneer op jou. Hoe heb jij maar 290 abonnees? Hij is echt lachen. Wat de heck? Hey, leuke video, Lil Rage. Lachen. Oh. Hey! Updates is in principe best wel vet, vind ik. Best wel vet, hallo. Dit heeft mij €1150 gekost. En je vindt het best wel vet? Oh! Oh, dit gedeelte. Dat is helemaal gek. Maar een leuke video, JT Power Games. Leuk gedaan. Ze hebben ook Game Ball in de video gemaakt. 150.000 weergaven met Kaasje. Het is bizar. Kaasje neemt de mokerwereld over. Mensen, ik hoop op het moment dat jullie dit kijken, dat de update op Android er ook is. Ik gun jullie dat jullie het ook kunnen spelen. Mensen met een Android-telefoon. Heb je het nog niet gedownload op iOS? Dat kan. Ga naar de app Kaasje. Klik erop en dan staat er werk bij. Dan kan je hem updaten. Volg me vooral op Instagram. Mijn Instagram is Koen. En daar maak ik stories. En dan laat ik jullie weten wanneer die online is, de update. En dan kan je gelijk updaten. Volg mij op Koen. Volg mij op Koen. Volg mij op Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Adi. Ossos. Kaasje.